Daar ben ik geboren. Hè. Mijn ouders kwamen uit Amsterdam, maar ik ben in Oestgeest geboren. We hadden 11 kinderen thuis. Dus met zijn 13e met vader en moeder mee, een beetje een ongelukkig getal, maar het kwam nu eenmaal zo uit. Hè. Hartelijk welkom bij de podcast van Jan Wolkers in Oestgeest. We gaan terug naar Oestgeest. Mijn naam is Onno Blom, ik ben de biograaf van Jan Wolkers. Ik heb 10 jaar gewerkt om zijn biografie te schrijven. En ik loop nu op een plek die voor mij kan worden beschouwd als heilige grond. Dit is namelijk de Deutzstraat in Oestgeest. En op nummer 7, ik loop er nu op af als ik jullie dit vertel, is het geboortehuis van Jan Wolkers. En als je er zo voor staat, ja, dan moet je wel even schrikken. Kin Sushi Oestgeest staat erop. Ik denk dat er heerlijke sushi te krijgen is. En dat was in de tijd van Wolkers absoluut niet het geval. Wat gebeurde hier? In 1925 werd Jan Wolkers geboren. 26 oktober 1925 op de 35ste verjaardag van zijn vader, die ook Jan Hendrik Wolkers heette. In dit huis, de Deutzstraat 7, dreven de ouders van Jan een kleine kruidenierswinkel aan huis, op de benedenverdieping. Dus links had je een voordeur, rechts had je een grote etalage. En op die etalage stond comestibele koloniale waren en fijne vleeswaren. De ouders van Jan waren streng gereformeerd. Met name de vader van Jan, die liet de geesel gods knallen over de ruggen van zijn kinderen. En hij maakte ook steeds nieuwe kinderen. Jan zou de derde van 11 kinderen zijn. 11 kinderen in een streng gereformeerd milieu. En Jan, die heeft echt geleden onder het feit dat zijn vader zo gelovig was en de liefde voor God er letterlijk insloeg. Hij heeft ook geleden onder de armoede en onder hoeveel kinderen er waren. Want in de jaren 30 ging de winkel van Wolkers teloor. De crisis brak uit en wat ze in de jaren 20 waren begonnen met behoorlijk wat succes, hè, koloniale waren, dat geeft al aan dat ze toch vrij goed hadden nagedacht wat ze hier wilden gaan verkopen. Want er was hier een Indische kolonie in Oestgeest. Hè. Oestgeest is natuurlijk een prachtig groen villadorp waar veel mensen die aan de universiteit in Leiden werken wonen. Maar er was ook een Indische kolonie. En er waren mensen, zoals de ouders van Jan, die tot de kleine middenstand behoorden. En in de jaren 20 waren ze dus deze winkel hier begonnen. En alle klanten die in de winkel kwamen, waren eigenlijk gereformeerd aan de overkant. Want dit was echt een winkelstraatje waar in de jaren 30 nog de tram tingelend doorheen reed. Zat de winkel van de concurrent, Van Beek, de katholieken van de overkant. Wat gebeurde er nou? Aanvankelijk was de winkel van Wolkers succesvol. Maar in de jaren 30, toen de crisis toesloeg, werd de winkel leger en leger. En dan was het wel eens zo, als er een klant binnenkwam in de winkel en die wees naar een van de blikken of naar een van de potten. Die wilde een pot vruchten op sap hebben. En dan wezen ze daarnaar en dan zei vader Wolkers, mijn zoon haalt het wel even uit het magazijn. En dan liep Jan als jongetje door de lange gang de winkel uit naar achter, waar zich de woonkamer bevond, en de serre daarachter en daarachter het kleine tuintje, eerst een stoepje, en dan liep hij door het kleine tuintje naar de brandgang, sloeg rechtsaf, liep achter de huizen langs, weer rechtsaf en weer rechts, en dan kwam hij dus in de straat waar wij nu staan weer tevoorschijn. En dan rende hij de zaak van Van Beek binnen en dan vroeg hij daar om een pot vruchten op sap. En die betaalde die niet, nam die op de pof en dan liep hij met die klotsende pot weer de straat door, linksaf, door de brandgang, door het tuintje, over het stoepje, door de kamer, de lange gang en zwetend gaf hij het dan aan zijn vader die het voor een paar cent meer aan die enige klant van de dag verkocht. De winkel ging in de jaren 30 naar de verdommenis. En dat was een bron van schaamte voor de hele familie. Met name ook voor de moeder van Jan. Toen Jan Wolkers in 1965 terug naar Oestgeest ging schrijven, waarin de
gevierde schrijver terugging naar zijn geboortedorp. En die titel, Terug naar Oestgeest, heeft Oestgeest dit dorp natuurlijk eigenlijk zijn naam gegeven. En daarom kennen veel mensen in het land Oestgeest ook. Toen kwam hij terug bij zijn ouders die nog in leven waren. Toen vertelde hij dat hij met een boek bezig was. Toen zei zijn moeder tegen hem, je gaat toch niet over de winkel schrijven? En toen liep ze stilletjes naar het raam en zei niets meer. Ze schaamde zich kapot voor de teleurgang van de winkel. In het archief van Wolkers heb ik geen foto gevonden waar de familie met de winkel op staat. Want die had moeder Wolkers er allemaal afgeknipt omdat het zo slecht was afgelopen met die winkel. Nou ja, in dit milieu groeide Jan dus op. Een groot gereformeerd gezin dat uit zijn voegen barstte en dat moest vechten tegen de armoede. Vader Wolkers maakte niet alleen elke keer een nieuw kind, maar ook maakte die steeds nieuwe slaapruimtes in het huis waar we nu voor staan. En dan zei Gerrit, de oudste broer van Jan, tegen hem, heeft die ouwe er weer een konijnenhok bijgebouwd? Zo zat het in elkaar hier. We kunnen nu niet hier naar binnen in het huis waar Jan Wolkers is geboren. Maar ooit is het me een keer gelukt om dat wel te doen. Een jaar of 10 geleden kwam het huis ineens te koop. Ik las het gewoon in de krant, werd aangekondigd. Op Funda stond dat het huis voor 500.000 of zoiets. Verschrikkelijk veel geld. Dat moet die oude Wolkers geweten hebben dat zijn huis zoveel geld zou hebben opgebracht later. En ik heb me toen als koper voorgedaan. Ik ben hier naartoe gegaan, het was een kijkdag, dan kon je erheen. Toen ben ik binnengelopen en er waren de twee oude bewoonsters die zaten hier frikandellen te eten. Hier in deze kamer. En waarom wilde ik nou zo graag naar binnen? Dat was niet alleen omdat ik precies wilde weten hoe de afmetingen van zo'n huis voelden. Maar dat wist ik ook eigenlijk al, want ik heb in het gemeentearchief zelfs de plattegronden en de bouwtekeningen van het huis opgevraagd. Maar ik wilde één ding vooral doen en dat was naar boven. Want waar sliep Jan in dit huis, samen met zijn oudste broer Gerrit, in het zolderkamertje aan de achterkant, dat je vanaf hier niet kan zien. Dus ik sloop daar de trappen op en ik ging naar het zolderkamertje. En wat deed ik toen? Dat is een van de belangrijkste scènes in het werk van Wolkers. Ik stak mijn hoofd uit het zolderkamertje en keek over de daken en de toppen van de bomen en het uivormige torentje van het oude stadhuis, of gemeentehuis moet ik zeggen, van Oestgeest. Er is een scène in een verhaal van Wolkers. De oorlog uitbreekt, hij wordt wakker, hij ziet zijn broer op een stoel staan en die steekt zijn hoofd uit dat zolderkamertje en die ziet tegen de staalblauwe hemel, die we vandaag ook hebben, het is een fantastische dag, zoals toen in mei, en die ziet de Duitse vliegtuigen door de lucht aankomen en de parachutisten vallen, die hier in de buurt bij Valkenburg de zaak zouden komen bezetten. En je zou kunnen zeggen, wat heeft een biograaf er nou aan om dat te doen? Het staat allemaal op papier. Je weet, je kent de feiten. Je kan je niet verplaatsen naar een tijd. En toch, zelfs nu hier de kintsushi zit, is het voor mij betoverend om op deze plek te staan. En op de plekken te zijn waar Jan Wolkers zijn eerste voetstappen zet. En tegenover Huizen Wolkers was vroeger een garage. Die is afgebroken, er zijn hier nieuwe huizen neergezet, een parkeerpleintje, maar op de muur is als ode aan Wolkers aan deze plek een gedicht van hem op de wand gezet. De herinnering heet het. De herinnering. Het is zo lang geleden dat het vergeten had moeten zijn. Het is zo vers als een voetstap in het gras, als rook die wegtrekt uit een open raam, dauw die druppelt langs gewas door aarde en stof. Een gedachte die er niet meer was. We laten het geboortehuis van Jan Wolkers achter ons. We verlaten de Deutstraat en we slaan de Rijngeestenstraatweg op. We lopen hier langs die prachtige huizen in de richting van Rijngeest, het terrein van een geestesinrichting. En dit is precies de route die de kleine Jan Wolkers, een jaar of 6 jong, moest lopen als hij naar zijn eerste school ging. Hij is niet naar een kleuterschool geweest, maar hij ging naar de school, de protestantse school van bovenmeester Van der Meenen. En dan liep hij, net zoals ik nu doe, langs die mooie huizen en langs het slootje.
Vroeger was dit een schelpenpad en dan knerpten de schelpjes onder zijn voeten langs het prachtige terrein van Rijngeest. En Wolkers heeft wel gezegd dat hij is opgegroeid in de driehoek tussen gestichten en kerken. En dat klopt natuurlijk ook, want hier achter mij ligt Rijngeest, verderop ligt Endegeest. En beide waren gestichten voor de geesteszieken gevestigd. En aan de andere kant ligt de kerk waar de familie Wolkers ter kerke ging. En daar gaan we zo meteen ook nog heen. Maar nu lopen we dus langs dat prachtige, vol met oude bomen, dat terrein waar vroeger de patiënten van de geestesinrichting Rijngeest verbleven. En de aanblik van die patiënten die hier over het gras dwaalden, die bezorgde Jan de rillingen. Ze maakten rare geluiden, ze riepen naar hem, ze schreeuwden naar hem. En wat ik nu doe is door het hek, het terrein binnengaan, maar dat zou hij niet hebben gedurfd. Want ze hadden het erover, wat zou zich in dit paviljoen in Rijngeest bevinden? Wat zou zich daar op zolder bevinden? En in Terug naar Oestgeest laat Wolkers, een verpleger, tegen zijn vader in de winkel zeggen: het is een misdaad voor de schepper dat ze dat in het leven houden. Er zijn erbij met zulke hoofden en een lichaam zie je niet. Ze zwemmen in hun eigen kwijl en hun hersens zwabberen gewoon buiten hun hoofd. Van sommigen weten ze niet eens of ze kunnen zien of horen. Er zit geen beweging in. Ze liggen daar maar. En nog komen er ouders die staan te zwaaien en tata roepen. Je moet ermee te doen hebben. Jan had wel te doen met de patiënten, maar was er toch vooral ontzettend bang voor. Het mooie is, nu is Rijngeest, ja, dat ziet eruit als een Zwitsers paviljoen, hè, schitterend wit geschilderd, het ligt hier te blinken in de zon, is nu het gemeentehuis geworden. En voor de deur van het gemeentehuis, onder de oude beuken, staat een monument dat Wolkers in zijn late leven heeft ontworpen. Vrouwen in Verzet heet het. Het stond eerst elders in Oestgeest, maar omdat het van glas gemaakt is, bleek het niet bestand tegen de vandalisten. En het is hier naartoe verplaatst toen Wolkers het opnieuw heeft laten maken. Het is echt een schitterend monument. Een soort vlam van glas die wel licht lijkt af te stralen hier onder de oude bomen. Op steenworp afstand van zijn geboortehuis. Op een terrein dat hem vroeger als jongetje zoveel angst heeft ingeboezemd. Als de familie Wolkers op zondag ter kerke ging, dan hoefden ze niet ver te lopen. Ze hoefden eigenlijk alleen maar de straat over te steken vanuit de Duitsstraat. Twee keer de hoek om en dan waren ze bij de Mauritskerk, die genoemd is naar de laan waaraan die ligt, de Mauritslaan. Jan is niet in deze kerk gedoopt, maar hier om de hoek in de Willem de Zwijgerlaan in de Rehobotkapel. Maar dat kapelletje, dat werd al snel veel te klein. Want de gereformeerde gemeente van Oestgeest die groeide en groeide. En in 1933 legde dominee Eringa, de dominee van de familie Wolkers, de eerste steen voor de kerk waar ik nu voor sta. Jan had een verschrikkelijke hekel aan deze plek. Hij vond het verschrikkelijk om één of soms zelfs twee keer per zondag ter kerke te gaan. Hij haatte deze gereformeerde klomp baksteen. Zo ziet hij er natuurlijk ook uit. Hè? Het is helemaal rood van steen opgetrokken in de jaren 30. Ik vind het eigenlijk wel een heel mooi gebouw. Maar hij vond het verschrikkelijk. En dat was met name omdat hij dan dus natuurlijk een paar uur stil moest zitten. Jan, zo'n ADHD-achtig jongetje, moest luisteren naar alles wat ze over God vertelde. En al snel zag hij daar eigenlijk vrij weinig meer in. Maar het was ook zo dat hij zich schaamde voor de rest van het gezin. Want wat was namelijk het geval? Vader en moeder Wolkers voorop en daarachter die hele staart met kinderen. Die kwam aanlopen hier over de stoep en dan zo het knerpende grind van de kerk op. En wie zag Jan daar? Dat waren natuurlijk zijn klasgenootjes. En er was er altijd wel een van die klasgenootjes die dan in zijn oor fluisterde: wanneer speelt jullie elftal tegen een andere ploeg? Of, nou, je vader heeft ook niet stilgezeten. En dan schaamde hij zich kapot. Sowieso was Jan een heel schaamtevol jongetje. En zijn oudere broer zat hem daar altijd mee te pesten. Er is een schitterend verhaal, de achtste plaag van Wolkers, waarin hij beschrijft dat hij als jongetje een plus voor kreeg aangetrokken. Wat men een
drollenvanger noemde. Gerrit zei dan tegen hem, ja, dan zien ze tenminste niet als je in je broek schijt. Hij had die pluis voor aan en ze liepen hier, al die kinderen, wolkers achter elkaar aan. Vader voorop en in de achtste plaag wordt dan beschreven hoe ze hier door de poort van de kerk naar binnen liepen. En toendertijd waren de bankjes, familie Wolkers zat altijd helemaal vooraan. Dat pad liep schuin af naar waar de dominee stond. En ze liepen daar schuin met z'n allen van achter in de kerk naar voren. En dan staat er, als alle kinderen achter de vader aan de kerk binnenkomen, dan zakt de pluis voor plotseling op de enkel van de jongen. Terwijl ik mij bukte om hem op te trekken, gaf mijn broer mij met zijn knie een stoot tegen mijn achterwerk. Gebukt vloog ik naar voren, struikelde en kwam met mijn hoofd in de knieholte van mijn vader terecht, die daardoor vlak voor de preekstoel op zijn knieën viel. Bijna tegelijkertijd zette het orgel in, maar het geroezemoes rond ons bleef hoorbaar. Mijn vader stond zo kalm en waardig op dat het was of hij in de verkeerde kerk terecht was gekomen. Maar toen hij mij met één hand van de grond oppakte, voelde ik de woede in zijn ijzeren greep kolken. Hij duwde mij voor zich uit de bank in en drukte mij zo hard op de zitting dat ik die hoorde kraken. Mijn moeder wrong zich zuchtend langs mij. Haar gezicht zag rood van schaamte. De kerk heet nu de Regenboogkerk. Als je naar binnen kijkt, dan zie je dat het interieur van de kerk totaal veranderd is. Ik ben er een keer geweest. Ik mocht een keer hier over de ervaringen van Jan met de kerk praten. En dan valt wel op dat als het zonnetje schijnt, dat het licht nog steeds op dezelfde manier door die prachtige brandgeschilderde ramen naar binnen valt. Tijd bestaat niet. Je hebt eigenlijk alleen maar eeuwigheid. Tijd is een indeling van de mens. Hè? Een verzameling microben die afgesproken hebben om het verkeer tussen elkaar te regelen. Maar als je het hele universum denkt, is tijd zoiets belachelijks. We bevinden ons nu precies op de grens tussen Leiden en Oegstgeest. 5 minuten lopen van de Mauritskerk waar we net waren. Vanaf het huis, het geboortehuis van de familie Wolkers aan de Deutstraat, is het dus de Rijnsburgerweg af in de richting van het Leidse station. Precies op de grens van Leiden en Oegstgeest ligt een fantastisch weiland. Het is eigenlijk een wonder dat het er nog zo precies bij ligt als in de tijd dat Jan Wolkers jong was, dat het niet is volgebouwd. Het is nog net zo mooi als toen. En dit weiland, dat is voor de biografie van Jan Wolkers van eminent belang. Het is namelijk mijn vaste overtuiging dat het kunstenaarschap van Jan Wolkers hier in dit weiland is geboren. We schrijven 26 augustus 1944. Jan Wolkers heeft gehoord dat zijn oudste broer Gerrit, op wie hij gek was en tegen wie hij opkeek en met wie hij altijd op het zolderkamertje van het geboortehuis had geslapen, teruggekeerd was uit de onderduik, 1944, de hongerwinter stond voor de deur, maar dat hij doodziek was. Gerrit was getroffen door difterie, een verschrikkelijke taaislijmziekte die in die tijd dodelijk was. Hij was in het ziekenhuis opgenomen en Jan, die in die tijd een zolderkamertje in Leiden bewoonde, ondergedoken zat om niet te worden ingezet voor de arbeidseinsatz. Die had het van zijn moeder gehoord en die was zijn broer gaan opzoeken in het academisch ziekenhuis in Leiden tegen het station aan, in het poortgebouw. Daar lag hij in quarantaine, achter glas. Hij was naar Gerrit toegegaan en Gerrit die had naar Jan gezwaaid. Hij had zijn vuist in de lucht opgeheven naar hem en was teruggezakt in de kussens. En toen hij dat deed, toen wist Jan, dit is de laatste keer dat ik mijn broer in leven zie. Gerrit zou sterven. En dat was ook inderdaad het geval. Een paar dagen later is Gerrit overleden. En Jan is overmand door verdriet,
van het academisch ziekenhuis in Leiden over de Rijnsburgerweg teruggelopen naar zijn ouderlijk huis. Over de Rijnsburgerweg. En is hier uitgekomen bij dit weiland. En wat deed hij toen? Hij is over het slootje gesprongen, waar we hier voor staan. En in het weiland is hij door zijn knieën gezakt. Hij heeft zijn schetsboek genomen op zijn knieën. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft de ondergaande zon, die hier boven de boomtoppen naar beneden zakte, op papier stilgezet. En dat leverde zijn allereerste geslaagde kunstwerk op. Laatste mogelijkheden, schreef hij boven die tekening van die ondergaande zon. Ik zet de zon stil op papier. Deze dag gaat nooit voorbij. Wat betekende dat? Laatste mogelijkheden. Hij schreef op die tekening ook nog. Hij bevindt zich nog altijd in het archief van Wolkers. Opgedragen aan mijn zieke broer Gerrit. Het was de laatste mogelijkheid om zijn broer voor sterven te behoeden. Om hem in leven te houden. En dat is precies de basis van zijn kunstenaarschap. De dood bezweren en in leven blijven. Dit moment op 26 augustus 1944 zette Jan Wolkers de zon stil op papier en werd zijn kunstenaarschap geboren. We zijn van de grens van Leiden en Oostgeest een beetje Leiden ingegaan. Een stukje de Rijnsburgerweg afgezakt. En we zijn bij de Adriaan Pauwstraat aangekomen. En waarom? Hier stond de lagere school van Jan Wolkers, de Leidse houtschool. Aanvankelijk werd Jan in de buurt op school gedaan. De school van meester Van der Meenen, later Juliana School aan de Endergeesterstraatweg. Daar zat hij de eerste 2 jaar, dus tussen zijn 6e en 8e. Maar toen hij nog net 7 was, werd hij door zijn vader naar de Leidse houtschool gedaan. Waarom? De school van Van der Meenen was de school met alleen maar de Bijbel. Maar dit was een echte gereformeerde school. De Leidse houtschool was mede gesticht door dominee Eringa. En was helemaal gloednieuw toen Jan hier aankwam. En ook aan deze school heeft Jan niet alleen maar goede herinneringen. Sterker nog, hij haatte de hoofdonderwijzer, meneer Smelik, die ook wel de papegaai werd genoemd, omdat hij zo'n rode, snavelachtige grote neus had. En waarom was dat zo? Omdat Jan natuurlijk een heel onrustig jongetje was. Het was voor hem zo ongeveer onmogelijk om 2 minuten stil te blijven zitten en te luisteren naar wat de meester of de juf zei. Hij brak er altijd uit. Hij zat altijd te dromen. En dat zie je ook als je naar de rapporten van Jan Wolkers kijkt op de Leidse houtschool. Dan staan er dat soort opmerkingen op. Jan moet dus wat beter opletten. Hij moet niet zo zitten dromen. Het wordt ietsje beter, maar het houdt allemaal niet over. De tragiek van het geval is, Jan Wolkers was eigenlijk een heel erg leergierig jongetje. Hij wilde heel graag leren en hij wilde naar de universiteit om bioloog te worden. En dat kon natuurlijk alleen maar als je ook slaagde op de lagere school. En als je net als je vriendjes, de vriendjes die hij hier ontmoette, Wim de Cler, zijn oudste en beste vriend, die kwam naast hem te zitten hier op de Leidse houtschool in de klas, als je dan naar de HBS werd gestuurd. Maar dat gebeurde niet. De tragedie van de gang van Jan Wolkers naar de Leidse houtschool is dat de bovenmeester, de heer Smelik, die dus heel hardhandig was en het geloof en het onderwijs er met harde hand probeerde in te rossen, dat hij uiteindelijk het advies gaf dat Jan naar de MULO moest. En Jan heeft altijd gedacht dat dat kwam omdat hij uit een arm middenstandsgezin kwam. Kinderen uit goede gezinnen, zoals zijn vriendje Wim de Cler, die de zoon was van een ambtenaar, werden naar de HBS gestuurd. Maar als je uit een arm gezin kwam, dan was het heel logisch dat je naar de MULO ging. Hè? Meer uitgebreid lager onderwijs. Toen dat advies eenmaal duidelijk werd, stortte de wereld van de jonge Jan Wolkers in. Omdat hij wist dat hij geen bioloog meer zou kunnen worden. Dat hij nooit meer naar de universiteit zou gaan. En hij werd ermee gepest door zijn zus. Die zei, ja, het is toch de MULO, hè? Meer uitgebreid, lager onderwijs, Jan. Hij was erover gefrustreerd. Hij is nog een half jaar naar de MULO gegaan in Leiden. En daar in de klas heeft hij een half jaar grimmig zitten zwijgen. Toen werd hij door zijn ouders weer van school afgehaald en kwam hij bij zijn vader in de winkel werken. Het was inmiddels 1939, de mobilisatie was in volle gang
en de oorlog stond voor de deur. Op dat moment leek het even alsof de toekomst van Jan Wolkers voorgoed voorbij was. Gelukkig is de geschiedenis een heel andere kant op gegaan. Het is misschien leuk om eventjes hier door de deur van de school te kijken. Er zit namelijk een schitterend tegeltableau. En Jan heeft zelf, later met Carina kwam hij langs, heeft hij hier ook nog een blik door de deur geworpen. Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis van zijn weg. Als hij ook oud zal worden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Spreuken 22:6. Dit tegeltableau, fantastisch hè, met de Nederlandse vlag er zo in. Met die mosterdgele tegels. Dat staat in het halletje van de Leidse Houtschool. Die stelt ook de vraag of Jan dat nou wel helemaal goed heeft gezien, hè, met die afkeer van zijn school in die tijd. Het viel natuurlijk samen met zijn afkeer van het gereformeerde geloof, met de hardhandigheid van de onderwijzers, die in die tijd heel normaal was. Maar deze meester Smelik, het hoofd van de school, heeft ook wel het talent van Jan Wolkers gezien. Ik heb met een aantal klasgenootjes van Jan gesproken. En die hebben een hele andere indruk van de school. En die vertelden mij bijvoorbeeld dat bij een ouderavond in de ingang van de school, dus op deze plek waar wij nu staan, een bord was opgesteld met een tekening van een leerling die dat heel goed kon. En wie was die leerling? Dat was Jan Wolkers. Dus die Smelik die zag echt wel dat Jan wat kon, dat hij talent had. Jan heeft op een gegeven moment een opstel geschreven over het beklimmen van een duistere toren, het openmaken van een luik, waar boven zich uilen bevonden en een van die uilen die pikte hem een oog uit. Het is een scène die Wolkers later nog heeft gebruikt in Zomerhitte, een soort oerscène. In dat opstel heeft hij dat opgeschreven en hij kreeg dat toen in de klas terug, in de laatste klas van de Leidse Houtschool van meester Smelik. En die zei, ik heb zitten rillen in mijn stoel, een 9. Meester Smelik, de bovenmeester van de Leidse Houtschool, moet, ondanks het feit dat Jan zo'n hekel aan hem had en dat hij de gehoorzaamheid erin ramde bij hem, ook de eerste zijn geweest die zijn schrijftalent heeft onderkend. De plek waar we nu zijn, kasteel Oud Poelgeest en het bos daaromheen, vertegenwoordigde voor de jonge Jan Wolkers de vrijheid. Hij voelde zich altijd opgesloten in dat grote gereformeerde gezin. Hij voelde zich belasterd door die andere kinderen die alsmaar om hem heen dwarrelden. En door zijn vader die de geestel gods over zijn rug liet knallen. En als Jan de vrijheid zocht, dan zocht hij die hier in het bos om Oud Poelgeest. In de natuur. De natuur is ook zijn hele leven de grote inspiratiebron voor zijn kunst gebleven. En deze plek die speelt ook een centrale rol in het werk van Jan Wolkers. We zien hier nu het kasteel waar op de grens van de 17e en 18e eeuw Boerhaven heeft gewoond. De beroemdste medicus van zijn tijd. En die legde om dat kasteel een fantastische plantentuin aan. Sommige van die planten, zoals bijvoorbeeld een tulpenboom, daar op het terrein, die inspireerde Jan nog tot het maken van de meest fantastische schilderijen. Dit kasteel speelt ook een hele belangrijke rol bij het debuut van Jan Wolkers in de letteren. Het gaat hierom. In dit kasteel, in 1939, tijdens de mobilisatie van de Nederlandse strijdkrachten aan de vooravond van de oorlog, dreef de vader van Jan een kantine in de kelder van dit kasteel. Jan was net van school afgehaald. En die hielp zijn vader. Die moest sigaretten halen voor die soldaten en spullen. En die bracht hij dan naar zijn vader. Dus hij kende dit kasteel als zijn broekzak. Niet alleen dat bos hier omheen. Er is een schetsboek van hem bewaard gebleven, waar hij als jongen van 17 het hele terrein in kaart heeft gebracht. Prachtige potloodtekeningen om zijn hand te oefenen. Maar hij kende ook het kasteel van binnenuit. Tijdens de oorlog werd dit kasteel bezet door de Duitsers. Maar in het laatste oorlogsjaar hebben de Duitsers het kasteel verlaten. En toen heeft de jonge Jan Wolkers in het verlaten kasteel ingebroken. Precies door dat kelderraam waarachter vader Wolkers de kantine dreef. Kan je van hieruit precies zien. Als je ervoor staat, rechts onder dat kelderraam, heeft Jan Wolkers ingebroken en is naar binnen gegaan in het lege kasteel. We lopen nu in het fantastische kasteel over de trap naar boven. Naar een locatie die hem heeft geïnspireerd
tot het schrijven van zijn eerst gepubliceerde verhaal. Fantastische marmeren hal met een portret van Boerhaven aan de wand, de oude bewoner. En aan de noordkant van het kasteel is een zaal die de Drakenzaal wordt genoemd. En die heet zo vanwege de schilderingen op het plafond en ook het behang aan de wanden, waar je draken in kan zien. Het was de eetzaal van het oude kasteel. Jan Wolkers brak in dit kasteel en hij doolde hier door al die kamers. En toen kwam hij ook aan in deze zaal. En deze zaal die heeft een fantastische rood marmeren schouw met twee sfinxen bovenop die schouw. Grote rood marmeren sfinxen met fantastische vleugels en grote pronte tieten en grote klauwen. Wat deed hij nou, die jongen? Hij was totaal begeesterd door die beelden. Hij rukte aan die beelden op de schouw, brak er een af en nam dat mee naar huis. Hij stal die sfinx, nam het mee naar huis en iedereen zei, het is een tillebeest, het is een tillebeest. Omdat in Huizen Wolkers de borsten van vrouwen tillen werden genoemd. Als er weer een kleintje was geboren in het gezin Wolkers, dan zei vader tegen moeder, zou je hem niet eens aan de tillen nemen? De borst geven. Dit beest werd het tillebeest genoemd en stond daar in huis. De volgende dag is Jan teruggegaan met een vriend. Een vriendje, die heette ook Jan, Jan de Heer. Dat hebben we later uit weten te vinden. Opnieuw ingebroken in het kasteel. En toen ging Jan op die andere swings af. Losgebroken. Ze verlieten het kasteel weer. En dat beest dat was zo zwaar dat Jan besloot om het een tijdje te verbergen hier in het bos. Hij stootte het van zich af en toen viel het in een latrine die nog was aangelegd door de troepen die hier om het kasteel heen hadden gelegerd. Het tillebeest viel naar beneden en de stront spatte in de rondte. Dat is een scène die terugkeert in het verhaal Het Tillebeest waarmee hij in 1959 in Tirade debuteerde. Grappige is nu, dat verhaal van die Sfinxen, dat werd natuurlijk algemeen bekend. Wolkers gaf eigenlijk in fictie toe dat hij de dief was van de Sfinxen, van de marmeren Sfinxen hier uit de Drakenzaal. Sterker nog, er zijn foto's van hem uit de jaren 60 dat hij zichzelf afbeeldde met zo'n beest. Jarenlang heeft deze Sfinx hier aan de rechterkant op de schouw gestaan in de huiskamer van de ouders van Jan Wolkers, in de vensterbank hier in het huis in Oestgeest. Maar toen ze waren gestorven, heeft een zuster, de jongste zuster van Jan Wolkers, dat beest meegenomen en thuisgehouden. En nu was het zo dat op een gegeven moment deze ruimte, deze drakenzaal van het kasteel, werd gerestaureerd. En de directeur van die zaal, die heeft mij toen opgebeld om mij te vragen of ik misschien wist waar het tillebeest zich bevond. En ik zei dat ik dat niet wist, want ik wilde de zus van Jan Wolkers er niet bij lappen. Maar via zijn ze daar toch achter gekomen en de zus van Jan Wolkers heeft toen dat marmeren beest teruggegeven. Maar daarmee was slechts één van die twee beesten boven water. Naar de andere is nog tijdenlang gezocht en dat is wel een heel erg grappig aspect. Men heeft op basis van de fictie van het verhaal, namelijk een plek onder de bomen waar Wolkers dat tillebeest in de latrine zou hebben gegooid, gezocht, een hele groep wetenschappers, er zijn zelfs uit de lucht opnames gemaakt om te kijken of zich niet ergens hier onder de grond, misschien wel aan de rand van de vijver, toch nog zo'n ander beest bevond. Niets gevonden. Wat is er nu gebeurd? Van de echte marmeren Sphinx is een kopie gemaakt in gips en die is net zo schitterend gemarmerd beschilderd als het plafond van de Drakenzaal. En die is terugkomen te staan op deze schitterende schouw. Nu bevinden we ons in een geweldige historische omgeving, maar nog altijd waart hier de geest van Jan Wolkers rond. Na de zomer, de kreukels van het loof, vermoed gesteente, dat flinterde de nerven, zijn bladeren ontvouwt en neer laat dalen tot geel geschuifel, het lila van de herfst,
op witte stelen zakt weg in drassigheid. Het besef, we waren er even bij. Een voetstap die geen echo achterlaat. Zo denk ik over het leven. Een voetstap die geen echo achterlaat.